In ieder geval een goede avond iedereen en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Euro Truck Simulator. Ja, ja, we gaan weer spelen jongens, we gaan weer spelen. Dan komt dat in ieder geval goed voor jou. Hè. Ik zie mijn truck, zie ik. En ik zie hem in ieder geval. We gaan niet konvooien, we gaan gewoon de arbeidsmarkt op. We gaan even naar de externe contacten en dan gaan we even kijken of dat we nog een leuk... Wauw! Zo, wauw, dat is gaaf. Gewoon jachten en zo, man. Kikken. Dat had ik nog niet eerder gezien. Allemaal jachten allemaal. Ook een jacht, ook een jacht, ook een jacht. Leuk, man. Geen auto's. Alleen maar jachten. Ja, alleen maar jachten. Nou ja, we gaan in ieder geval even kijken dat we de grootste kunnen pakken. We gaan gewoon de grootste doen. Dat vind ik wel de leukste. En dat is... ja, naar Felixstowe, maar... Dan moet ik weer Engels gaan doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ja, we gaan hem toch doen, want het levert gewoon lekker veel geld op. Hoppakee, het levert gewoon lekker veel geld op. Dus we gaan hem gewoon doen. Split naar Engeland, ja. Ik ben niet zo'n hele echte Engeland-fan. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om naar Engeland te gaan. Engeland is altijd leuk. Ik ga even mijn spulletjes pakken. Zodat ik er helemaal klaar voor zit. En ik zit er helemaal klaar voor. Hoppakee. Spulletjes erbij. Hoppakee. Die heb ik trouwens helemaal niet nodig. Waar zitten we nou ergens, jongens? 35 kilometer, oké. Wat gaan we nou krijgen? Wat sta ik hier ontzettend raar, joh. Zo, maar wordt niet zachter, hoor. Dat gaat maar heel hard. 35 kilometer. Leuk. Ik heb er zin in. Echt lang geleden dat ik dit gespeeld heb. En ik maak er ook een video van. Dus dat gaat me goed komen. Toch voor 0 euro is betaald. Nou ja, dat is nog eens een keer een goedkope tol. Dat is nog eens een keer een goedkope tol, jongens. Ik denk, nou, ik zal heel eind moeten rijden om mijn vracht op te halen. Maar het is maar 19 kilometer heeft hij al. Dus dat valt nog reuze mee. Wat gaan we nou doen? Hallo, goedenavond allemaal. Goedenavond, kijkertjes. Goedenavond. Goedenavond, Planespotting en Ray. Goedenavond. Leuk dat jullie even meekijken naar mijn livestream.
ik moet er toch zo langzaam ook. Ja, ik zie al een... aan de rechterkant zie ik al het groene vlaggetje. Dat is de plek waar ik heen moet. Ja, ja. Nou, we gaan eventjes een stukje hier even... Nou, gewoon lekker door de rode stoplicht heen, Kermijt van Rotten. Komt toch niks aan. Oké, Renzo, goedenavond. Goedenavond, Renzo. Klein stukje nog, klein stukje. Rijden, zo, hoppakee. Hé, hoe kan dat nou? Dat moet zeker daar wezen. Ja, dus dat doet hij dus helemaal goed. Nou, dan ga ik makkelijk redden, joh. Nou, die bloembak. Oh, daar staat hij. Ja, ik heb hem al. Ik zie hem al staan. Die vlag gaan we vervoeren, jongen. Zeker weten, Rotterdam, hè. Zeker weten. Nee, ik heb Nick nog niet gezien, Ray. Tenminste even recht. Zo, en dan gaan we naar achteren. Ah, Maastrichtenaar. Ja, dat is, dat kan, hè. Inderdaad, joh. Oh, ik kan hem al aankoppelen al. T. Kijk eens, jongens. Wow. We nemen een hele boot mee. Nou, daar gaan we weer. Zo. 2251 kilometer, jeetje. Maar ja, het levert wel lekker veel geld op. Als we dat kunnen redden. Oh, chips. Zo, dit is echt rot, jongen. Oh, maar jeetje. Precies die plantenbak in de weg. Nou, dan gaan we het even anders doen. Dan gaan we het even anders doen. Je gaat scharen. Zo. Nee, dat is te veel recht. Oké, is goed. Ja, is goed, Ray. Ja, lijkt me een keer leuk. Lijkt me een keer gaaf. Ray, of... hoe heet die ook weer? Renzo. Welterusten. En tot gauw, hè. Ja, Eurotruck is echt gaaf, jongen. Eurotruck is zo gaaf spel.
Nou ben ik wel los als het goed is. Nou ben ik wel los. Ja, ik ben los jongens. Ik ben los. Ja, kan ook, kan ook. We kunnen het ook een keer met z'n drieën doen. Ja hoor, nee, dat is helemaal goed. Gaan we een keer doen. Lijkt me wel een keer leuk, ja, om een keer met z'n drieën een keertje te gaan rijden. Ja, lijkt me wel gaaf. Gaan we echt een keer doen. Lijkt me leuk. Zo, je moet echt grote bochten maken, joh. Hey. Jeetje, ik heb een jukkel aan dat ding. Nou, dan kunnen we rijden, jongens. Hebben. Kijk eens hoe smooth. Hoppakee, kijk eens jongens. Ja, die bochten, dat is wel even een dingetje hoor. Hey. Oké. Okay. Mijn Discord is It's Ultrex. Gewoon de naam van dat kanaal. Ray. Kan ik, als het goed is, moet ik hierheen. Verlaten. Tolweg.
Oké, is goed. Ik zal na de stream even kijken, Ray. Zo, en dat kan nog wel even duren, want ik moet nog aardig wat kilometers rijden, zeg. Jeetje. Oep, wat gaan we nou doen? Ah, dat maakt niet uit. Ik rijd de goede kant op, anders ga ik tegen het verkeer in. Toch, ja, zie je wel. Ga ik tegen het verkeer in, hè? Dat schiet ook niet op. Red ik het al een beetje? Ja, komt allemaal wel goed. Is goed, Lorenzo. Weet ik nog niet of dat ik morgen gelijk ben. Dat plan ik eigenlijk nooit eigenlijk van tevoren. Het is ja. Vandaag had ik even niks te doen, dus ik denk, nou weet je wat, ik ga weer eens even live. Maar ik wil wel weer wat vaker live gaan, dat is wel leuk. Ja. Ik ga wel weer wat vaker Euro Truck Live spelen en andere spelletjes ga ik uploaden op mijn kanaal, dus ik heb nog genoeg computerspelletjes. Oh, zijn we er al bijna? Hoppakee. Ja, nou het is alleen maar gas geven, jongens. Alleen maar gas geven met die lolly. Even live gaan, dus ik wil eens een keertje lachen. Precies. Zadar, oké. Zadar. Praag is dat een beetje. Ik was er net in Praag. Is het echt stil aan deze kant van de map. Weet ik niet. Kun je die begrenzen eraf halen dan? Hoe hou je die begrenzen eraf?
kan je die begrenzing eraf halen, Ray? Is dat in het pauzemenu en dan met opties of zo? Hoe haal ik dat eruit? Ik ga inderdaad, het hardste wat ik kan is 90. Zo rijd ik al een hele tijd zo. En dan duurt het heel erg lang voordat je... Ik kan hem even langs de kant van de weg zetten. Hoe doe je dat, Ray? Hoe doe je dat? Opties of zo? Opties. En dan begrenzer of zo? Weet ik voor wat. Begrenzer. Hoe kan ik die begrenzer eruit zetten dan? Instellingen. Hier staat hij in ieder geval niet. Opties. Gameplay. Vermoeidheid, verkeersovertredingen, leveringsfactor, snelheid, limiet. Oh, hier. Routeadviseur snelheidslimiet. De snelheidslimiet vrachtwagens. Snelheidswaarschuwing. Gameplay, ja, daar zit ik nu. Daar zit ik nu, maar... Wacht even. Even kijken. Even kijken hoor. Truckinstellingen. Snelheidbegrenzer. Maar die staat uit bij mij. Of die kan ik niet aanklikken in ieder geval. Hier staat snelheidsbegrenzer. Opleggen kabels. Nou ja, snelheidsbegrenzer kan ik niet aanzitten. Kan het toevallig komen dat ik die... Net dat ding, ik heb natuurlijk net dat ding aangezet. Wacht even hoor. Even kijken hoor. Dialoog. Waarschuwingslid. Wacht even hoor. Muis omkeren. Stuurwiel. Regensensor. Snelheidsbegrenzer. Hoe ken dat dan, joh? Wacht even. Is dat even helemaal naar boven? Even kijken, ik had net had ik een waarschuwing voor. Ja, ik kan hem niet wegklikken. Gewenste levering. Navigatietonen. Parkeermogelijkheid. Parkeermoeilijkheid. Makkelijk parkeren. Tijdzones, wegversperringen, muis omkeren, transmissie, eenvoudig, remsterkte. Hier, kijk, als ik die dingen druk, lukt dat niet. Dat gaat niet, hè. Maar ik had er net, had ik iets per ongeluk aangeklikt. Snelheid, waarschuwing. Nee. Automatisch parkeren. Dialoog voor automatisch parkeren. Waarschuwingen voor zware vracht. Richting van de kaart. Kans op regen. Wegversperringen. Muis omkeren. Transmissies.
schakelen, draaien van de stuur, remsectie, sterkte. En dan lalap. Snel uitbegrenzen. Kijk, zie je, ik kan dat ding helemaal niet aanklikken, joh. Deze, die kan ik helemaal niet aanklikken. Ja, echt raar. Nou, ik snap er echt helemaal niks van. Slimme cruise control, automatische lampen, automatisch groot licht. Raar, joh. Maar ik had net had ik iets gedaan. Ik denk, misschien komt het daardoor, maar willekeurig. Verkeersovertreding, gewenste snelheidslimiet. Kijk, verbergen. Routeadviseur snelheidslimiet, verbergen. En kan ik hem nu wel aanklikken? Even kijken hoor. Bewegingen. Waar stond hij nou? Even kijken hoor. Nee, ik kan hem niet aanklikken. Misschien komt het omdat ik... Nou, ik kan die begrenzen niet aanklikken, joh. Raar. Ja, in ieder geval raar. Nee, ik snap er ook niks van. Ik snap er echt helemaal niks van. Heb ik nog wel... Raar, joh. Ik snap daar echt helemaal niks van. Hier, gameplay. En dan ga ik naar... naar gameplay ga ik. Hier, snelheid begrenzen. Ik kan hem niet aanklikken, echt niet. Raar, joh. Dan moet ik toch iets hebben ingesteld of zo, wat nog niet goed is. Levering, snelheidslimiet, snelheidswaarschuwingen niet, automatisch parkeren, routeadviseur waarschuwing voor zware vracht, willekeurige gebeurtenissen, kans op regen, toon wegversperringen, bedachtzaam uitschakelen. Nou, dat hoeft niet. Transmissie eenvoudig. Ja. Intelligent. Op één volgend schakelen. Stuurwiel centreren. Nou, ik kan het nog steeds niet doen. Wat had ik nou per ongeluk aangezet? Die had ik dus uitgezet. Remsterkte, trailers koppelen. Kijk maar, ik kan hem niet aanklikken, joh. Kijk, deze kan ik allemaal aanklikken, weet je. Automatisch rem en retarded. En assen automatisch laten zakken. En zo, weet je wel. Slimme cruise control. 5 km per uur of 5 pm. Tolerantie. Adoptie cruise control uitgeschakeld. Echt raar, joh. Ik snap er echt werkelijk helemaal niks van. Waarom krijg ik dat ding niet uit? Wacht, ik ga gewoon deze even afsluiten. Ik ga deze gewoon even afsluiten. Je kan later altijd terugkomen. Dag vracht. Zoek het lekker uit. Oh, heb ik hem weggedrukt. Godverdorie. Een dombo. Druk ik heel mijn spel weg. Oh ja. Wacht even. Ik ga hem even opnieuw opstarten. En er moet toch iets veranderd zijn of zo. En dat is ook gewoon met... dat is ook gewoon met dinges is dat.
spul. Online modus. Login. Simulatie 2. Oh, wacht eens even. Ga eens even terug. Opties. Waarom geeft hij nou ineens weer geluid waar ik helemaal niet op gevraagd heb? Uit. Gameplay. Nou, we gaan het nog een keer proberen, Pik. We gaan het nog een keer proberen. Trailers koppelen voor gevorderde. En dan gaan we even kijken naar de... aanpassen. Camera, noodrem... automatische koplampen, automatisch groot licht. Transmissie. Remsterkte, muis omkeren. Vermoeidheid. Zware vracht. Factory. Hij zat ergens beneden, zat hij ergens. Schakelen. Trailer voor gevorderde. Automatische retarder. Automatische motorrem. Inschakelen van de handrem. Remsysteem. Cruise control. Tractiecontrole. Maar nou ken ik hem hier, kan ik hem weer niet vinden. Maar die andere, in die andere opties, zeg maar, kon ik hem vinden. Nou ja, misschien is dat het. Oh, cloudfout, Euro Truck Simulator 2. Oké. Maar waarom kan ik nou hier de dinges weer niet vinden? Bij die andere kon ik hem vinden. Snelheid begrenzen. Uit. Nou, dat beginnen ze uit. Oké. Doorgaan we spel. Blablab. Deze denk ik, ben ik van wat. Niet gevonden mod, doorgaan. Nee, dat weet ik ook niet. Even kijken. Moet ik even de dingen weer even aanzetten. Even wachten hoor. Yep. Die. Zonder cam. Ja. Hoppa. Ja. Mijn ding is nou naar de klote. Nou, we gaan gewoon weer in Rotterdam beginnen. Ik heb mij het verrotten. Snel reizen. Hoppakee. Nou. Ja, nu weer wel, toch? Nou zie je toch weer wat. Nou zie je als het goed is weer beeld, toch? Rijden. Even kijken hoor. Ping. Wat gaan we nou krijgen? Hey, dit is mijn truc helemaal niet, hè? Potverdorie.
Ik wil mijn truck hebben. Nou, dan heb ik ineens een grijze truck. Wat gaan we nou krijgen? Oh, ik heb het verkeerde spel geladen. Shit. Dan ben ik ineens al mijn auto's kwijt. Hoe kan dat dan? Hè? Er gaat echt iets fout hier, jongens. Er gaat echt iets fout. Nou ben ik ineens heel mijn dinges kwijt. Even wachten. Start naast het startscherm. Ja, goed zo. Oké. En nu? Level 24, kijk. Dat ziet er beter uit. Ik denk al, joh. Ik denk, hoe kan dat nou, man? Dat is wel echt raar, hè? Kijk, ja, nou heb ik tenminste mijn eigen dinges weer. Nou, ik tenminste mijn eigen vrachtwagen weer. Ik denk al, hoe kan dat nou, joh? Rijden, ja. Als ik nou ga rijden, denk ik dat ik mijn vracht kwijt ben. Even kijken, ik weet niet of ik op dezelfde plek sta of daarnet. Maar ik ben mijn vracht denk ik wel kwijt. TSC, wat is dat? TSC? Wat is dat? Hé, hey, ik heb nog wel mijn vracht, hé. Ik heb nog wel mijn vracht hier. Ah, ik speel wel ghost mode. Nou, dat heb ik gezien. Dat maakt niet uit, hoor. Dat maakt mij geen hol uit. Maximale wat hij reed was 80, maar ik denk niet, ik denk nog steeds dat hij op zijn grenzen zit. Rond uit die bochten, ik wil eventjes, ik wil hem even op zijn staart trappen. Jeetje, wat een rotbocht, joh. Nou, kom op met die bochten, want ik wil even kijken hoe hard ik nou ga. Nee, ik heb nog steeds die beveiliging, hoor. Die beveiliging zit er nog steeds op. Of niet? Nee, voor mij ga ik nou harder. Ja, ik ga harder. Toch? Voor mij ga ik nou harder als daarnet. Nou al aan de 90. Wow! Ik zit niet op te letten. Kut, ik zit niet op te letten. Ik zit niet op te letten. Flameshim. Classic? Nee, die heb ik voor mij niet. Is dat ook van Euro Truck of is dat een ander spel? Ja, ik kan ook niet de chat lezen en tegelijkertijd eigenlijk dat doen. Nee, dat kan ik eigenlijk niet. Ik ben slecht in chat lezen en tegelijkertijd de game spelen. Dan maak ik fouten.
is gisteren wel af. Ik ga nu 93, nou zo hard heb ik nog nooit gereden. Fucking historie. Ja, wat verschrikkelijk. Ja, ik ga nou wel harder, ja. Ja, het hardste wat ik ging was 90. En net ging ik harder. Een stadje zien te vinden en dan kan ik mijn auto even laten repareren. Want mijn auto is echt helemaal naar de Filistijnen. Door die botsing van het net heb ik hier mijn auto afgegooid gereden. Oh. Ja, dat zal je net zien. Als je een wagen nodig hebt. Om daar even wat te doen. Hetzelfde met een benzinepomp, dan kom je net geen benzinepomp tegen als je hem nodig hebt. Ja, ik zit niet op te letten. Ik stop even met de chat lezen. Ik ga echt, ik maak echt ongelukken, jongen. Het is echt irritant, stad. Deze kant op. Oké. Yes, team. Oké. Ja, zeker een apart spel dat treinsimulator. Zeker een apart spel of zo. Benzine kan nog wel. Ja, benzine kan er wel. Benzine. Een vrachtwagen rijdt niet op benzine, maar diesel. Diesel heb ik nog genoeg. Het is alleen even wachten tot ik weer een stad tegenkom, dat ik even kan fixen, want hij is een beetje knuk. Het zou wel leuk wezen. Wow! Ja, ik ben niet zo. Ik ben niet zo met die treinspellen. Ik vind die treinspellen, die vind ik gewoon te moeilijk, te gecompliceerd. Dan moet je echt al die handelingen doen. Dan krijg ik dat ding niet gestart, weet je wel. Ik heb daar nooit zo echt heel erg. Ik heb daar nooit echt. Hoe noem je dat? Zin en energie voor. En geduld, dat is het. Ik heb er geen geduld voor. Bij mij moet het gelijk huppakee starten, klaar, rijden. Maar met die treinspellen moet je dan nog, ja, dan moet je die knop aanzetten, die knop aanzetten, die knop aanzetten. Dan word je helemaal gek van, joh. Ik heb daar zo'n hekel aan. Ik vind dat echt helemaal niks.
kan toch hier gewoon rechtdoor rijden? Ja, ik kan zeggen, dan kan je toch gewoon rechtdoor. Yep. Zagreb. Zagreb. Gaan we. Top over 400 meter. Boink. Kom ik daar langs een... Nee, ik ga verkeerd. Chips. Wacht even. Wereldkaart. Ik zit vlak... Ik moet hier eigenlijk even wezen. Hier moet ik even wezen. Hier. Even omrijden. Even omrijden, jongen. Even omrijden. Opleggen schade. Oh. Ja, Discord zie je wel. Discord. Peter. Zagreb even door. Ik weet nog niet. Ja, Zagreb hadden we al verkend. Daar waren we al een keer geweest. Hey, Nicky! Nicky! Wat de shit krijgen we nou? Wat krijgen we nou? Ik doe helemaal niks.
Ik rijd gewoon rechtdoor en ik moet in een keer... Kijk hoe ik met dat ding eens voor mijn hals is. Wat is dit voor belachelijks? Oké. Dit was echt vage shit. Waarom zegt hij nou dat ik hier moet draaien? Waar zit ik ergens, joh? Waar zit ik ergens in vredesnaam? Zie je, ik zit helemaal verkeerd, joh, man. Ik had helemaal daar moeten wezen. Echt, wat een lul, hè? Ik zweer het je. Waarom stuurt hij me helemaal hier naartoe? Ik rij gewoon helemaal verkeerd. Waarom stuurt hij me nou helemaal de verkeerde kant op? Nou, als ik hem niet kan vinden, dan ga ik wel gewoon... rijd ik gewoon wel verder, want dit schiet gewoon niet op. Dit schiet gewoon niet op. Ja, stuurt u me weer daarheen? Oh, echt waar, jongen. Ik krijg hier echt een slappe lul van. Ik zweer het je. Nee, de andere kant op draaien. Ja, dus de andere kant op. Kijk, en nou recht, recht, recht. Recht naar achteren. Recht naar achteren! Niet links, lul. Oh, echt jongen, wat een lul, hè. Echt een kutding, hè. Kijk, ik heb hier gewoon deze kant op gooien of zo. Echt, in het echt ben ik hier zo goed in. En in dit spel ben ik er zo verschrikkelijk slecht in. Ik zweer het je, echt. Ja, en dan ga ik dat weer natuurlijk weer niet redden. Of wel? Ja, gewoon redden. Ping, ping, ping. Echt, jongen. Ja, en nu? En nu, en nu? En nu? Rijak. Een split. Rijak split. Nou, ik ga gewoon, als ik hem niet kan vinden, dan ga ik gewoon wegrijden. Pleur op. Dit duurt me gewoon te lang, dit. Hè. Moet ik nou weer naar beneden? Nee, ik moet niet naar beneden. Ik moet gewoon hier rechtdoor blijven rijden. Nou, het lijkt dat ik er nu wel tegen haar rij. Rij ik er tegenaan of rij ik er niet tegenaan? Ja, ik kom nou in de buurt. Dan moet ik dadelijk hier echt een bocht nemen zo. Denk ik. Of niet. Oh, je moet zo rijden. Wacht, ik zie het al. Hier hebben die hier hebben dat achterlijke ding. Die achterlijke Brienenoord bocht. Die hebben bij de Brienenoord ook, hè, deze bocht. Zo naar beneden. Maar
mijn vader heeft gewoon een keer 90, hè, door die bocht heen, gek. Echt helemaal gek, die gozer. Klaverblad. Klaverblad. Waar heb jij nou over? Klaverblad. Plato. Ja, ik denk niet dat ik die hele 1810 kilometer ga rijden, hoor. Daar heb ik echt geen zin in. Het is al laat en ik ga zo naar mijn nest. Zo, dan stuurt hij me echt met 700 bochten, stuurt hij me die kant op. Jezus, krijg je een kruk als, joh. Paardenlul. Echt, hè, ik zweer het je. Nou, oprotten met die Scania. Met je kut Scania. Scania, truc. Truc ontdekt. Ja, dat weet ik, weet mijn neus ook wel. Ja joh, pleur de motor ook nog even uit. Pang! Jeetje, wat een gezeik zeg. Echt, het sloeg echt helemaal nergens op. Ja, gewoon repareer alles en vervang alles. Ik kan mij het verrotten. Pleur op. Hoppakee. Nou, dan staat alles op nul. Nee, ik wil mijn vrachtwagen niet upgraden of tweede upgraden. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon naar huis. Oh, een invalide parkeerplaats. Ja joh, ga hem gewoon even over die invalide parkeerplaats heen. Hoppakee. Maar dan kan ik wel een beetje die bocht nemen. Zo. En één bochtje. Zo. En één bochtje. Zo. Oh, Nick die komt weer, hoor. Heb je Nick weer, hoor. Met zijn woordjes. Hebben we weer nieuwe dingen gevonden? Hebben we weer nieuwe woordjes geleerd? Jeetje. Op 60. Zo, nou ik weet niet of dat ik die 1800 kilometer ga redden vandaag. Maar ja. Als het niet kan, dan gaan we gewoon morgen weer verder. Kijk, morgen ook nog even livestreamen. Ik weet niet of dat iets safe trouwens. Ik denk het niet. Zo, ik zit zo scheef de hoeren in die vrachtwagen. Zo, ik moet nog 1800 kilometer, man. Jeetje. Oh, bij jou is dat al meer bekend al. Een stofje in vanille. Oké. Een stofje in vanille. Oké. Kroatië. Oh nee joh! Lul, kies dan ook waar je naartoe gaat, paardenlul. Kies dan ook waar je naartoe gaat. Ik zat te twijfelen, zal ik rechtdoor gaan om de hoek om gaan? Erg,
eigenlijk ben ik vrachtwagen, dus eigenlijk moet ik zo rijden, hè. What the... Flikt die godverdorie weer, hè? Sorry dat. Sorry dat. Ik zie helemaal niks. Ik rij gewoon rechtdoor. En op het laatste moment krijg ik ineens die pijlen, weet je wel. Knal ik tegen die pijlen aan. What the fucking bullshit. Dat had ik toen net ook al, hè. Echt, wat een tyfuslijer. Vuile pleurishond. Nou, ik had geen schade, volgens mij. Ja, dat had echt... Dan had ik echt... Dat zijn die bevers. Ja, dat zijn die bevers. Ja. Ja, dat zijn die bevers, hè. Ja. Nou, ik ga er gewoon spontaan van roken. Krijg de tering maar. Ik ga er gelijk spontaan... Ik steek er gelijk spontaan een checkje van op. Oh. Waarom gaat dat pleurisding nou ineens... Blijf met je klauw van mijn muis af. Kudding. Jezus, moet ik nog afblijven... Moet ik nog om blijven rijden of zo? Dat kost me allemaal extra benzine, extra diesel. Wat een tyfus hond. Hier, nou kom ik pas ook wel waar tegen. Klinkt echt totaal niet twee bij elkaar, maar goed. Zo, ik moet nog godverdorie 1750 kilometer. Dat ga ik echt vandaag niet meer redden, hoor. Jezus. Maar rij het. Ik kan die begrenzing dus niet uitzetten omdat mijn vrachtwagen maar 90 km per uur gaat. Klopt dat? Zo'n trots eens even gaan kijken. Gameplay, hè, was het. Gameplay. Kijk, situatie onwaarlijk. Hier. Nee, weer niet. Ik kan weer... Kijk, ik kan er niet op klikken. Zie je? Fucking vaag dit. Dit is echt fucking vaag.
Ik heb ook van die auto's gekocht, weet je wel. Die gaan wel harder. Daar kan je gewoon echt vol gas mee rijden. Maar ik snap er echt geen pleuris van. Ah, 1700 kilometer nog. Weer 100 kilometer weg. Berggeit. Oh nee, bever, hè, was het. You have entered the city. Ah, fijn. You have left the city. Zo, het is echt rustig op deze server, joh. Op deze server kan je tenminste een beetje rustig rijden. Simulator 1 die is echt altijd echt helemaal afgeladen. Ik zit nu lekker op server 2 te spelen. Siberische berggeit. Siberische berggeit. Ik heb slaap. Ik speel tot 10:30 en dan ga ik echt naar mijn nest. Minimaal tot 10:30. Dan kap ik echt mee. Het is echt... Ik heb alweer zin om te slapje te doen, hè? Slapje. Nee, daar hou ik niet van, Nick. Nee, Nick. Nee. Siberische berggeit. Vuile gore teringtolweg. Echt jongen, ik zweer het je. Coffee break. Nou, gewoon een gas erop. Geremd. Ah, nou, dit is de goedkoopste. 12 euro maar. Even doorkachelen. Ja, precies. Even doorkachelen, hè. Kuttolwegen, jongen, daar ben je echt gek van.
Of spijken is. Die Maasdeltatunnel. Ja, belachelijk. Moet je ook weer voor betalen. Echt belachelijk, joh. Hé. Dat je daar ton voor moet betalen. Echt waar. Nou, als ik een tering krijg, ik krijg wel om. Via Schiedam. Ik ga echt geen ton betalen. Ik vind het echt belachelijk. Lekker met de auto natuurlijk. Dan ga ik echt omrijden. Ik weiger om tol te betalen. Ja, met de fiets, ja, is goedkoper. €19. €19. Ja, toch. Dat je niet harder kan dan 90 met die vrachtwagen. Dat vind ik echt kut.
Ik moet even gelijk vol pleuren. Kan dat? Ja, dat kan wel. Denk dat ik hem gelijk maar even vol gooien. Poing. Zo, gelijk even vol gooien die teringzooi. €784. Zo, de dieselprijs is hier €1,75. Ik heb in totaal 448,18 liter getankt. Jeetje. Pompstation. Pompstation. Yo, Reden, groetjes, later. Ik ga hem ook zo neerleggen hoor. Ik ga echt die hele klerenroute niet meer rijden. Ik ben echt kapot. Ik ga morgen wel weer verder. Ik ga nog even een klein stukje. Yep. En Nick is volgens mij ook al weg. Oh, Duitsland. We zijn eigenlijk in Duitsland.
Tuffelen we even door Duitsland heen. Hoppakee. Of dat het niets is, hè? We tuffen gewoon even door Duitsland heen. Hoppakee. Binnenkort ga ik nog even een vlogje opnemen. Ik denk morgen eventjes dat ik een vlogje opneem. Eventjes. Yep.
gaan we lekker zo. Wenen. Zal er geen wenen wezen, dan ga je de andere kant op. We leggen een strijd, toch wenen? Ja. Maar tergend gaan we weer. We moeten er één om. Twee zelfs. Oh, die staan er bovenop. Wij gaan gewoon rijden. Nog 100, dan heb ik in ieder geval zit ik alweer aan 1000, jongens. Toch hard gegaan. Hey Rens. Ik ga gewoon stiekem afspelen, jongens. Niet verder vertellen. We gaan hier gewoon recht achteruit. Echt geen zin om rond te rijden. Daar heb ik echt geen zin in. We gaan niet omrijden. Hop. Huppakee. Gewoon even lekker. Gewoon even. Huppakee. Geen gezeik. Hier gaan we die bocht nemen naar beneden. Juist. Zurich. Hoppakee, en binnen. Dan moeten we die kant op, anders gaan we de andere kant op. Zo, die kant op. Hoppakee. Bovenop. Hop. We rijden onderdoor, dat kan ook. Een klerenbocht, joh. Hoppakee. Wat een klerenbocht, hè. Wat een klerenbocht.
weer eentje aan. Ja, Duitsland is echt een stuk drukker, twee zelfs. Duitsland is echt een stuk drukker dan waar we er net waren. Zo, hoppakee. Thank you.
het af. Nog 900. Ik moet tegemoet komen. En ze doet er ook helemaal niet meer terug, joh. Normaal doet ze het altijd nog wel eens even terug of zo, maar dat doen ze helemaal niet meer. Nou, dat scheelt weer. Tot nu toe rijd ik weer aardig netjes, rijd ik. Ik ben even een tijdje een beetje kloten gereden, maar ik rijd nu weer een heel stuk netjes, zonder schade. Dus dat is wel lekker. €34. Ik dacht al, wanneer moet ik nou weer eens gaan betalen? Maar ja. Ik
tanken is ook nog niet echt nodig. Dus dat kan ook nog wel eventjes. België. Ugh.
nodig. Kom dadelijk ook nog wel. 615 kilometer. Ja, ja. Het gaat al lekker opschieten. Ik vlieg de bocht uit. Ja, probeer hem dan maar eens op gang te krijgen. Pang. Nee, geen pang. Geen pang. Nou, hey Rotterdam. Ik zie Rotterdam al staan. En we hebben de verkeerde bocht. Ik had rechtdoor gemotten, godverdorie. Ik had rechtdoor gemotten, jongen. Zo door de Binnenbergen mee. Nee, niet zo, want dan. Gewoon zo. Weet je, deze kant houden? Ja, goed zo. Goed zo. Deze. Lekker hoor. Ja.
dan ga ik wel even tanken, denk ik. Ja, ik ga nou wel even tanken. Laat me nou maar even tanken. Hij is vol. Hij is vol. Hoe heb ik nou weer getankt? 708 eurotjes. 361 liter 21. Oké. Nou ja. Het kan ermee door. Het kan ermee door. Ik draag gelijk een fysiekie. Ik zou eigenlijk over 8 minuten al stoppen. Maar ja. Maar dan... zo dichtbij ben, dan denk je van, nou ja, vooruit met de geit. Denk je van, vooruit, we rijden toch maar even door, hè. We rijden toch maar even door. Even een slok cola. Heerlijk. Moeten we maar op de plek van bestemming uitkomen. Nou, ja, toch al. Het was een rit van ruim 2000 kilometer, dus we hebben toch aardig wat gereden. Grens overgaan. Dus dat had me wel via Rotterdam gestuurd. Ja, via Calais denk ik. Ja, ja, Calais. Calais! De A23. Calais is nog 145 kilometer, jongens. Goh. Even geduld. Nog een klein stukje. Nog even wat doen. Zo. Gelukt. Hebben we gaan door. 461 kilometer nog. Ah. Met ruim 2000 op te tellen. Hmm.
Weer uit. Eruit gekikt, hè? Kijk, dit doet is niks. Als ik deze doe, dan word ik uitgebonjourd. Maar ben ik al uitgebonjourd? Nee, ik ben niet uitgebonjourd. Nou. Hier gaan we ons in laten schepen. Zo, dit gebeurt er nou. We blijven hangen. Hij blijft hangen. Bocht.
Oh ja, 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 ja. Hier klopt het. Klopt helemaal. Pang. Enter. Calais. Nou, Folkestone. Een reistijd van 35 minuten. En dan moeten we links gaan rijden, hè? Moeten we links gaan rijden nou, jongens? Oh, wat was het ook weer? K? Nee, K was het niet. Oké. Wat gaan we nou allemaal krijgen, joh? Pikkenbaas. We gaan toch niet vervelend worden, hè? Nou, dan moet ik wel weer terugrijden zo. Juist, hè. 265 kilometer nog. Nee, Dover. Oh, ik ga verkeerd. Marco, je moet wel links gaan rijden, niet rechts. Rechts is niet goed. Links blijven rijden. Je zit in Engeland. Dus je moet links. Mag wel iets harder. Juist zo. Zo is perfect. Gezellig. Mooi man. Kijken, maar volgens mij die kant op.
Nee. Marco. Zo, dat was maar net een paaltje. Ja. Want ik denk ik de volgende hebben. Hier, de volgende post hebben. Ja. Deze moet ik hebben. Oh, wat gaan we nou krijgen? Oké. Okay.
de laatste 100 kilometer, jongens, dan zijn we er. Dacht ik al, type zond. Verdomme. We waren er zo ver vandaan, maar we zijn er in ieder geval.
denk ik hierin. Hierin. Denk ik. Moet je nog een stukje verder? Nee, het is nog een stukje verder. Nou, dan gaan we gewoon hier ook rachen we gewoon over de weg heen. Hoppakee. Hoppa. Gewoon hoppakee, zo. En dan hoppakee. Oh, daar is die. Te laten zakken, kabels en koppelen en huppakee, klaar. Lekker hoor. En doorgaan. Huppakee. Nou jongens, dat was hem voor vandaag. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Want ja, dan kijkt toch verder niemand meer. Vonden jullie deze video leuk? Doe even duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. En dikke duim omhoog. En liken en abonneren op mijn kanaal. Jongens, bedankt en tot de volgende. Bye bye. Hoi.